Ik ga nu eventjes naar de Action. Eventjes T-Pex halen. Nee, Ro is dus lekker even bezig voor de VVE. En dat had hij van de week, maar dat werd een beetje wat verschoven naar vandaag. Ja, een hele goede middag allemaal. Het is nu alweer 2:05. Ik heb knalende koppijn, maar maakt niet uit. Het is vandaag alweer donderdag 22 augustus. Het is inderdaad wat ik al zei, 2:05. Ik ga nu eventjes naar de Action. Eventjes T-Pex halen. En insteekhoesten met van die gaatjes, dat je het gelijk in de map kan doen. En dan moet ik nog even oortjes halen, want mijn andere oortjes zijn kadoek. Dus ja, dat is dat. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier gewenst. Nog even iets. Dat is wel grappig. Dat wil ik u ook even vertellen. Gisteren waren wij dus even aan het lopen met de hondjes. En komen wij hier langs. En waren er een paar jeugdigen. Ik weet niet hoe oud ze zijn, maar volgens mij wat jonger als mij. Dus, maar die vonden mijn vlog leuk. En ze willen dan ook eens een keertje binnenkort op de vlog. Dus ik heb ze beloofd dat dat ook gaat gebeuren. Maar wanneer weet ik niet, want ze waren altijd daar wel te vinden waar ze gisteren waren. Dus ik zal zo eventjes een beetje spieken of ze er zijn. Dus, maar dat komt wel goed. Even binnenkort even een afspraak maken met ze. En dan komen ze lekker in de vlog. Zo, nou, ik heb de boodschapjes binnen. Ja, ik heb eventjes een cadeautje eigenlijk voor mezelf gehad. Het is eigenlijk voor mijn werk en voor school. Maar het is van dat glijfolie wat er omheen zit. Dus dat kan ik niet echt lekker makkelijk meenemen. Dus ik heb het even allemaal hierin gedaan. Maar één pakketje. Het zijn vijf dingetjes wat hierin zit. Maar ik doe het lekker op deze manier. Ook goed, hoef ik ook niet zo moeilijk te doen. Scheelt weer, toch? Ja. Zo, lekker zonnetje. Ja, dat is een heel lekker zonnetje. Ja. Dus, Ro is dus lekker even bezig voor de VVE. En dat had hij van de week, maar dat werd een beetje wat verschoven naar vandaag. Nou, hij moest daar om 2:00 wezen, dus nu is het alweer 2:30 inmiddels. En nou loop ik weer lekker richting huis. En het is heerlijk weer. Ik zal hem dan even vakanties in admin zetten en van school. En dan moet ik nog wat het een en ander doen. Ro, die komt ook wel weer straks naar mij toe, samen met Emma Beauty. En dan is het gewoon, dan gaat Ro zo meteen was opvouwen. En ik even dingen even doen voor admin en voor school. Vakanties inzetten, wat ik al zei. Dus lekker bezig. En wat ik al zei, ik heb wel knalde koppijn. Maakt niet uit. Gewoon lekker vrolijk doen. En dan nog vanmiddag even naar mijn buurvrouwtje. En dus gezellig. Heerlijk. Ja. Dus ik ga zometeen nog even voetjes aan mijn mama bellen. En ik heb nog leesvoer. Draaiboek coördinatoren. Dus ja. Mag niet klagen. Ik heb even nog even huiswerk voor deze paar dagen, week, anderhalve week. Wij zijn nu even dingen voor school bezig. School. Kijk, Roos even aan het wapperen. Ja. En ik ga wat anders even aan jullie laten zien. Dat vind ik zo lief, vind ik zo mooi. Want ze ligt nu op dezelfde plek als de zus. Kijk eens hoe mooi ze er ligt, mensen. Kijk. Is toch cute? En we daar eentje liggen. Dit is zo lief. En die is ook lief. Kijk je uit. En voor de vampieren. Dank u. Voor de vampieren. Ja. Yeah. Alweer in de auto. Ja. Wij zijn gewoon even een autogek. Ook leuk. Ja. Maar wij gaan eens even kijken hoeveel politieauto's je eigenlijk überhaupt tegenkomt. Als je dus met een auto of met een fiets of lopend
weggaat. Want wij wonen in een wijk. Daar is wel een politiebureau. Maar die gebruiken ze eigenlijk niet. Nee. Nee. Dus ik ga eens even een beetje opletten. Hij ook. Hoeveel politieauto's je gewoon onderweg tegen gaat komen. Over een... Eigenlijk op dat moment per dag. Maar over een hele week of over een hele maand. Hoeveel politieauto's kom je tegen? Ja, heel goede vraag. Hele goede vraag. Dat is leuk. Dat is nog een leuke uitdaging. Kijk mij. En hij gaat een winkelkarretje pakken. Erg handig, een winkelkarretje. Heel handig. Een goede dag allemaal. Ja, ik ben gisteren helemaal vergeten om dus namelijk af te sluiten. Dus bij deze doe ik dat nog. Ik wil jullie heel graag bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Laat een leuke reactie achter. En ja, de andere, ik weet het niet meer. Jij die? Doen hè. Doei!